Ja, hi. Leuk dat je kijkt naar mijn vlog. Mijn naam is Ismael Lotz, ik ben filmmaker en ik woon in Groningen. En ik weet niet waarom ik dit allemaal doe, maar ik vind het heel leuk dat je kijkt. En ik krijg koffie nu van Piet van Dijken, want daar was ik te gast vandaag in zijn programma Herenstraat Helemaal. Een legendarisch interviewprogramma, want ik was de 530ste gast vandaag. Aflevering 530. Dat is een grote eer, mensen. Ja, we zitten in het 25ste jaar, zeg maar. 25 jaar lang doet Piet van Dijken dit programma al bij OogTV. Het programma was bedacht door Wilfred Gené. Wilfred Gené, ik heb de 500ste uitzending gezien, die was heel leuk. Had hij een hele horde mensen achter zich aanlopen, speciaal voor die uitzending. Ik zou zeggen, klik even op de i voor die uitzending. Het is allemaal interactief dit, hè? Dus dat kan. Als je nog wat vast wil. Wat ga je nou doen? Na tijd nog iets? Ja, ik wil je graag voor Are You Now. Wat is dat? Are you 3 now? Minuten lang in mijn camera kijken. En wat moet je dan doen? Gewoon jezelf zijn, helemaal niks. Gewoon in het moment, nul. Niet praten. Nee? Hij krijgt het al benauwd. En er moeten ook foto's gemaakt worden met mijn telefoon. Eén van Ismael en mij. Ziet Jacob het wel zitten, Piet? Wie? Ja, Jacob ziet helemaal zitten. Ja? Ik vergeet natuurlijk één man, hè? Dat is Sven. Die is super, Sven. Die is super belangrijk, Sven. Waarom? Want Sven is namelijk de duwer van de bakfiets. Dat is traditie. Dat doen we al 25 jaar, de cameraman in de bakfiets. En die bakfiets, en nou komt het, die bepaalt het tempo. Dus wat denk je hoe belangrijk die man is? Nee, ik hoor jou nog niet. We gaan eerst het programma van Piet doen, dat is veel belangrijk. Ja. Ik was dus de 530ste gast vandaag. Ja. Ik vind het nog wel leuk. Ja. Ja? Ja, ik vind elke keer als ik erheen fiets, weet je wel. De opnames zijn er om 3 uur en dan fiets ik er om 5 voor 3 fiets ik erheen. Nu eerst op fiets zonder rem en die heb ik toch omgewisseld. En dan ben ik er om 3 uur en dan staat mijn gast er en dan zie ik die bakfiets staan en dan smelt ik. Nog steeds? Ja, dan zie ik die jongens weer, weet je, normaal doet Henk het vandaag, Jacob en Henk is maandag, dinsdag vrij. Er staat er zo'n duo bij die je meestal niet kent, maar ik heb nu al 3 keer dezelfde. Sven heet, die komt uit Friesland. Ik vind Friese mensen heel erg leuk. Ja? Nee, maar het idee weet je wel dat je dan zo'n bakfiets door zo'n Fries wordt, dan denk je, wat zijn we toch eigenlijk ruimdenkend. Maar hij doet het ook goed. Hij heeft zoals bij jou net ook heeft hij geweldig geduld. Ja, mooi tempo. Ja. Want vandaag ging het eigenlijk vanaf de stad tot het eind over één onderwerp. En dat is eigenlijk de bedoeling van Herenstraat Helemaal. Dat je één onderwerp hebt. Ja, dat je één onderwerp. Dat heb ik natuurlijk bij jou, was natuurlijk niet zo moeilijk. Want die film die nu al wereldsucces is. Want daar ging het om. De film waar iedereen over praat. Hoe is Alice geregisseerd door deze man? Mede geregisseerd. En Peter heeft het script geschreven. Nee, Paul. Paul Smit. Is dat van die pakken? Paul Smit pakken? Nee, maar dat hoort hij vaak. Ik vond het een eer, Piet, om bij jou in het programma te zijn. Ja, ik vond dat jij het ook wel goed deed. Ja? Ja, ik vond niet dat je het slecht deed of zo. Je had ook wel tekst. Donderdag 12 oktober 2017 werd hij uitgezonden, afhankelijk van wanneer je keek. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende Lotsvlog. Je moet nog iets zeggen. De Herenstraat Helemaal, wordt dus donderdags uitgezonden op OogTV. Vanaf 5:30 elke 30 minuten. En nou komt het. Ook op de site. Heel lang te zien. OogTV.nl. En het staat ook op YouTube. Even aanklikken. Herenstraat Helemaal. En dan zie je Ismael Lotz zo staan.